wil geen hele grote fashion designer uithangen, maar het was gewoon meer de lifestyle die we verkochten. Het leven van een voetballer, het leven wat ik toen zelf leidde. Ik denk dat het, omdat natuurlijk die voetballers zijn natuurlijk heel verwend in hun hele leven. Altijd gewend ook dat heel veel dingen voor ze geregeld wordt. En een klein beetje over het paard getild. Je ziet hem ook even. Een klein beetje over het paard getild op jonge leeftijd. Toen begonnen we echt in een hokje zoals, nou, ik denk niet groter als dit. Welkom en tof dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Selfmade hier op Day One. We staan hier voor het pand van Baller 433 One Halves. We hebben Demi de Zeeuw natuurlijk al in onze podcast gehad. Beluister die even, staat gewoon in de beschrijving. Maar we waren nog niet uitgeleerd. Dus we gaan hier van Demi en zijn compagnons nog meer leren over online ondernemen en hoe je eventueel succesvol zou kunnen worden. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey, hoe is het? Ja. Goed. Daar zijn we weer. Daar zijn we weer, ja. Ja, na de podcast was ik toch wel benieuwd naar nog veel meer. Want daar hebben we reacties op gehad, dat is niet normaal. Ja, ik ook. Dat is echt, het is heel mooi dat zoveel mensen geïnspireerd raakten. Alleen, ik denk niet dat mensen direct weten wat er allemaal gebeurt en wat er achter de schermen gebeurt. Want we kunnen het uitleggen in een podcast. Maar als ik hier alleen al op de toonbank kijk, dan ben ik me dus ervan bewust dat het niet alleen Baller is, maar ook 433. En One Halves is nog een bedrijf. Klopt. En ik wil daar meer over weten. Hoe zit dat in elkaar? Want het is niet zomaar iets, toch? Nee, in anderhalf uur kan je dat eigenlijk niet. Je kan het wel een beetje uitleggen. Maar ja, ik denk als je hier komt, dan zie je wel wat we doen. En iedereen denkt dat we met social media echt heel erg klein zijn, maar je ziet dat we dit kantoor ook vullen met die drie bedrijven. Ja, want ik heb in de wandelgangen gehoord dat alleen al bij 433 er gewoon bijna 25 mensen werken. Ja, normaal werken er 25, vandaag zijn er volgens mij 6. Dus, en dat is gewoon een online platform, hè? En dan denk je, oh, dat is een beetje posten van foto's. Ja, we zijn wel de grootste ter wereld. Ja, maar ja, toch, 25 man, dat is serieus. Ik zie er een soort van ballershop hier, er is van alles. Ja, we hebben een showroom, we hebben een hele studio, we hebben echt een 4-3 room, we hebben een playroom, we hebben eigenlijk alle tribune. Zullen we eerst even in de... Ja. En daarna maak je wel even in met het potje FIFA, ja? Taalvoetbal. Ja, het is ook goed. Is dit dan de shop in de shop of komen hier de mensen kijken naar de nieuwe collectie? Ja, dit is een nieuwe collectie. Dit is AW20, dus dit komt eind van het jaar in de winkel. Ja. En hier zijn nu net eigenlijk alle klanten langs geweest om dit in te kopen. Is dit echt alleen een ballergedeelte dan, waar je gewoon... Ja, dit is echt puur ballen. Dus eigenlijk deze kant van het kantoor is eigenlijk alles ballen in principe. En dit is eigenlijk allemaal, wat hier hangt, allemaal nieuw. Dat komt allemaal eind van het jaar aan. We waren er vroeg bij, maar we deden gewoon de dingen zoals wij dachten dat ze moesten gebeuren. En dat leverde succes op. En ik denk dat dat gewoon het belangrijkste is. Wij deden het op onze eigen manier. En iedereen zei, waarom beginnen jullie met fashion? Het is een hele moeilijke tijd in fashion. En wij dachten, oké, we doen het via social media. Mm-hmm. En daar gaan we volop. En ja, dat werkte, omdat toen de tijd was social media eigenlijk meer dat mensen gewoon plaatjes posten, maar niet echt bedoeld om echt heel erg marketinggericht of met een doel iets te starten. En wij deden dat wel vanaf het begin en dat werkte heel goed. Maar waarom werkt het dan? Want ik krijg, niet overdreven, ik denk dat ik 10 keer per week een DM krijg of een mailtje van hey, ik ben D&D en ik ben mijn eigen t-shirt merk gestart en ik wil dit en dit doen. En dan denken ze, oh ja, dan ga ik hem vragen, als jij het dan gaat dragen, dan gaan een hoop mensen het kopen. Terwijl, dat is natuurlijk niet hoe het altijd werkt. Maar iedereen denkt wel dat het op die manier kan. Ja, nee, maar dat is echt, zo werkt het niet. Als Ronaldo morgen een t-shirt van ons zou posten, zouden wij niet ons magazijn uitverkopen. Het gaat gewoon meer het proces elke dag doen. Elke dag de juiste Google Ads aanzetten, de Instagram Ads, noem maar op. En dat allemaal zorgt dat meer mensen het gaan opvallen. En als je dan ook nog een goede strategie hebt aan wie je het geeft, dan zorgt dat allemaal uiteindelijk dat je steeds iets sneller gaat groeien. En ik wil geen hele grote fashion designer uithangen, maar... Maar we hadden wel onze mouwtjes waren net wat strakker, de achterkant liep langer door. Dus we hadden wel over dingen nagedacht. Ja. Maar uiteindelijk was het wel gewoon een t-shirt en het was gewoon meer de lifestyle die we verkochten. Het leven van een voetballer, het leven wat ik toen zelf leidde. En dat is wat het klopte, zeg maar, met de naam. En dat klopt nog steeds. Maar is dat, want
iedereen zegt, ja, de online gaat het overnemen, de winkels gaan weg. Hoe zie jij dat voor je dan met dit soort producten? Nou, ik denk niet dat online het overneemt, maar ik denk dat je wel offline ook jezelf moet laten zien. Dat kan door events of door inderdaad gewoon winkels te starten of naar outletcenters of naar shopping shops. En ik denk dat het alles bij elkaar zorgt dat een merk groeit. En ja, wij hebben eigenlijk van alles wat. Ik kan er wel meer van pand zien. Het is zo, er is zoveel. Ja, er gebeurt ook heel veel. Word je niet gek af en toe? Nee, het is nu al gewenning. Maar ik weet dat we toen begonnen we echt in een hokje zoals, nou, ik denk niet groter als dit. En dat was 6 jaar geleden. En nu hebben we hier al 1600 vierkante meter. En hebben we nog in Alkmaar een kantoor met 3000 vierkante meter en opslag. Jullie zijn met z'n drieën, toch? Ja. Hoe moet ik dat zien? Hoe werkt dat trio? We zijn eigenlijk met z'n drieën elkaar leren kennen in Rusland. Daar ontmoet ik Ralf en Shu. En toen begon eigenlijk te praten. Zei ik, ja, ik wil wel iets starten. En ik wou eigenlijk een kledingmerk, iets rondom mijn leven van het voetbal. Want dat was er gewoon niet. En je had Nike FC, was een beetje dat, die probeerde dat een beetje te claimen. Mm-hmm. En dat begonnen we gewoon. En ja, zodoende zijn we eigenlijk steeds verder gegaan. Uiteindelijk kwam 4-3-3 erbij. Hij was al eigenaar van One Half. Maar hoe komt 4-3-3 daar ineens bij dan? Is dat iets wat je ziet? Is dat een gat die je ziet in de markt? Kijk, ik had nooit zo echt met interviews met journalisten en al die analyses na een wedstrijd. En daar had ik me wel mee. Maar ik vond toen de tijd Voetbal Insight heel erg leuk. En dat was gewoon een andere manier van content maken. En toen was er één jongen op Twitter, Rogier Dilstra, die werkte bij AD en die postte zeg maar foto's, een beetje geen stijl type content, maar dan voor voetbal. Dat vond ik heel erg leuk. En toen zei ik, nou, wil je niet leuk om voor ons te werken? Wij denken echt dat we echt een nieuw platform kunnen starten. En ja, we hebben inmiddels ballen gestart, die willen we daar ook op promoten. En uiteindelijk is vandaag de dag precies geworden zoals we voorspeld hadden. Ik ga zo Gilles ontmoeten. Hoe zou jij hem omschrijven? Ja, hij weet heel snel de oplossing. Ik ben heel creatief, maar ik denk niet per se naar de gevolgen van de afstappen die ik moet maken. En hij denkt al heel erg snel van, oké, als Demi dat creatief idee wil doen, waar lopen we dan tegenaan? Wat zijn dan de obstakels? Wat kan gebeuren juridisch, met rechten, noem maar op. En qua financiën, want ja, hoe meer geld je hebt, hoe creatiever je ding vaak wordt. En hoe minder het uitmaakt allemaal. Ja, maar ja, dat is heel verschil als je soms jongens hebt die bij grote partijen werken. Nou, die hebben dan budgetten van 3-4 ton. Ja, dan kan ik ook iets vets maken. Maar als je het met ons zulke kleine middelen toch de dingen doet die wij doen. Minimale middelen. Om het maximale eruit kunnen halen. Ja. En ook qua kwaliteit en gewoon, het is gewoon altijd goed. Ik ben de afgelopen heel erg week in het verdiepen in het IGTV. Waar je een video kan een uur doen. Dus je kan gewoon een uitzending maken. Dus ik ben nu echt aan het kijken, hoe ga ik een uur content vullen op IGTV met 4-3, want dan heb ik gewoon 5 miljoen views. Nou, dan kan ik ook van de toren blazen dat ik boerzoekvrouw heb verslagen. Ja, daar gaan we voor. Ja. Trouwens, schrijft iemand mee, jongens? We gaan Sjoel ontmoeten, let's go. Dit is de designafdeling. Ja, en hier zit de grote baas. Juist. Oh, je moet zelfs kloppen als je binnenkomt. Ja, kom maar. Ja. Oh, wow. Zo. Kijk dan, ik zie hier meteen. Kijk, zijn we zover? Wow. Ja, jongen, onze echte luxe parfumlijn. Dit is. Mijn hoofd explodeert met vragen. Maar ik ga je eerst een hele belangrijke vraag stellen. Hij heeft jou net beschreven. Beschrijf jij Demi eens? Oeh. Ja. Nou, even. Ga even zitten. Nou, dan zal ik even als docent. Zal ik even. Nee. Demi is echt, zoals we hem hebben leren kennen in het begin, is Demi is ongelooflijk leergierig en super creatief. Heerlijke partner eigenlijk om mee te werken. Want ik heb heel veel bedrijfservaring, zal ik maar zeggen. Maar ik kan bij hem elk concept toetsen. En hij is een vrije denker, dat is ook nog eens belangrijk. Ik denk dat het, omdat natuurlijk die voetballers zijn natuurlijk heel verwend in hun hele leven. Altijd gewend ook dat heel veel dingen voor ze geregeld wordt. En klein beetje over het paard getild op jonge leeftijd. Het pure daarvan is als Demi die al heel veel managementboeken las en heel erg verdiepte in marketing en reclame en eigenlijk de opkomende nieuwe markten. Maar hij weet ook heel goed nee te zeggen en echt bij zichzelf te blijven. Niet zo van mee te lullen, oh ja, dat vind ik ook wel leuk. Nee, Demi zegt gewoon, ik vind niks. Ah ja. Het zijn nog, deze die hier staan zijn nog... Test je die zelf dan? Ja, dit zijn de eerste samples nog, want we hebben nu... Dit zijn nog eigenlijk met de hand, of in ieder geval niet met de hand, maar dit zijn custom made flesjes eigenlijk nog. De echte flesjes zien er ook zo uit, maar die zijn wel weer verder geëvolueerd in dat nog soepeler en dat soort dingen. Doen jullie niet te veel?
Nee. Ik denk dat wij... Gewoon een gewetensvraag. Ja, dat is goed. Je moet af en toe wel focussen. En ik denk dat naarmate je verder komt in je bedrijf, leer je ook wel op een gegeven moment... Hey jongens, telkens weer die vraag stellen van waar zijn we nou echt goed in? Maar ik denk de kracht voor ons wel is geweest dat we juist geen rem op hadden. Dus dat je dus vanuit die lifestyle denkt en alles wat die voetballer raakt, mogen we doen. Ik ben zo blij dat je dat zegt. Ja. Want ik heb dus nu heel vaak dat mensen zeggen, Jay, doe gewoon één ding. Ja. En word daar heel goed in. En denk ik, ja, maar ik vind één ding gewoon niet leuk genoeg. Ik vind het leuk om daar te schaken en te kijken en in meerdere facetten bezig zijn. Maar ik denk dat heel veel mensen daar misschien zelf een beetje ongemakkelijk bij worden. Of zichzelf minder waardig voelen als ze zien dat jij zoveel doet. Ja. Dan denk ik, shit, hij doet het maar wel. Dus laat ik nou vooral tegen hem zeggen dat hij een beetje rustig aan moet doen. Het is zo gek. 4 maanden geleden was hij echt bijna, zou je het bijna omschrijven, als een kippenhok van heel veel jonge, enthousiaste mensen. Mm-hmm. En wat je nu dus ziet is dat dit bedrijf ook voor een heel groot deel perfect thuis kan werken. Is wel confronterend ook, want ik wil eigenlijk alle mensen graag op kantoor hebben. De kleine grapjes of even een ideetje, even kunnen toetsen. Als ik dan zo kijk naar jouw kantoor en zie ik hier Ralf zitten. Ja. En dan even kijken, waar zit Demi? Oh, Demi heeft gewoon wel zijn eigen echte... Ja, er is één iemand die moet net iets harder werken voor zijn eigen kantoortje, denk ik. Want... Ja. Nou, dit is wel, Demi heeft hij begint steeds meer kantoortijger te worden. Maar ja. Demi heeft ook in het begin gezet, kies jullie maar lekker op kantoor. Dat gaf hem ook wel een hele vrije rol. Ja. Dat hij dus geen hele dure vierkante meters vast bezet. Dus het geeft hem ook de ultieme vrijheid die hij volgens mij ook maar altijd graag wil hebben. Mooi, hè? Ja, want je stapt nu echt over, een soort van in baller naar Wannahefs, waar we wat rustiger moeten praten, want iedereen is wel, sommige mensen aan het werk. Ja, want even, we hebben natuurlijk baller, dat zijn duidelijk, dat is kledingmerk, dat is lifestyle. Dan heb je 433, dat bestaat uit Instagram, maar ook uit YouTube tegenwoordig, echt online. En wat is Wannahefs dan? Wannahefs... Dat staat eigenlijk het grootste op de deur. Maar Wannahefs kende jij ook als eerste, ja. Dat was natuurlijk het lifestyle. Toys for Boys programma eigenlijk. Mm-hmm. Alleen maar mooie auto's, mooie horloges, mooie hotels, villa's. Ja. Eigenlijk de life you wanna have. Ja. Dat was het tv-programma. Ik heb op een gegeven moment de rechten gekocht toen het een beetje in zwaar weer kwam. En dat was in de tijd dat ze eigenlijk, ze waren zo ver hun tijd vooruit, Wannahefs. Niet normaal. Ze hadden een tv-programma. Ze hadden een fantastische website. Ja. Ze gingen de hele wereld over. Ze hadden echt brand partnerships met allerlei merken in de hele wereld. Ja. Maar Wannahefs vergat eigenlijk een beetje de beroemde Madonna of de reinvent yourself strategie. Ja. Jezelf opnieuw uitvinden als de wereld verandert. Dus Wannahefs is wel de start geweest. En Wannahefs vandaag is eigenlijk een heel moderne vorm van een reclame mediabureau. Mm-hmm. Veel uit vanuit spelers of merken gedacht. Dus we werken bijvoorbeeld voor Intersport Voetbal. Intersport Global eigenlijk, meerdere accounts. Maar daarvoor zijn we het hele social media bureau en doen we ook heel veel producties. Maar we werken ook met Nike. Sterker nog, net nog een opdracht met Nike hier binnengehaald. We werken met Puma samen, Adidas, Auger, verschillende klanten. Maar als je dan ga je hier van het social media bureau, ga je hierheen. Ja, het gras. En dit is wat eigenlijk, ja, we kennen baller natuurlijk, maar dit is wat nu... Dit is, elke voetballiefhebber bijna in de wereld kent het ondertussen wel. Ja. Dat is 433. We hebben dagelijks meer dan duizenden video's die ingestuurd worden, waar we uit mogen kiezen. We werken samen met Barcelona, we werken samen met de Bundesliga, met de Premier League. Dus we hebben zoveel content om uit te kiezen. Iedereen denkt dat hij wel een Instagrammetje kan bouwen en er geld mee kan verdienen. Hoe kan je er nou echt iets van maken? Ja, dat is heel goed. Demi zal vast wel verteld hebben hoe we dus samen zijn gegaan met Rogier Deelstra, die dat op Twitter al begonnen was. Ja. En we zagen de mogelijkheden van met name Facebook, maar toen weldra ook Instagram. Veel meer plaatjes en een verhaal erbij. Plaatjes, verhaal, video en een verhaal erbij. En daar hebben we eigenlijk heel snel een bepaalde draai aan kunnen geven. En dat is eigenlijk kleedkamerhumor, locker room fun. Hoe jij en ik op een zaterdagmiddag de geintjes maken in de kleedkamer. Dat wat de buitenwereld nooit hoeft te horen. Maar die wereld van de fun van de kleedkamer. Die hebben wij eigenlijk als positionering in het account gestopt. Als je dat nu zou willen starten, is het de kans dat dat van de grond komt natuurlijk best wel klein. Eens. Ik denk dat, je ziet zelf dat aan de andere kant, je ziet ook dat een kleine hype kan in één keer zo groot worden, dat had je niet verwacht. Gaat dat plannen, is het kansloos. Mm-hmm. We weten allemaal de egg van vorig jaar, ja. Dat was in één keer zo bizar, is nu natuurlijk ook weer weg, maar daarna kun je wel iets mee. Maar ik denk dat het ook ongelooflijk moeilijk is, en dat zie je trouwens in alle industrieën, als je de eerste en de tweede van de markt, die zijn over 20 jaar nog steeds marktleider. Ja. Zie je er dan nog maar eens tussen te komen. En dan kom je met geld, dan gaat je dat ook niet meer lukken om er nog één keer zo'n positie te pakken. Dus ja, we hebben denk ik op tijd gehandeld. En nu genieten we van de grootste te zijn. Dan hebben we de visie. En dan, je bent groot wereldleider daarin. Ja. Maar wat is dan die nog grotere visie? Ja,
Nou, als je die mag uitspreken of ja, kan nou, uitspreken. Nee, ik denk dat we nu heel veel, heel groot bereik hebben. Maar daarin dat hele stukje impact en dan ook het stukje monetization, geld verdienen. Het eerste jaar hebben we niets verdiend. Hebben we alleen maar geïnvesteerd in content en de grootste worden. Ik denk de uitdaging de komende jaren is steeds meer, en dat doen we nu ook wel hoor. Maar om ook op relevante manieren, dus relevante manieren, geld te verdienen. Voor iedereen die nu zit te kijken, waar moeten ze op letten? Wat is nu... Een advies van iemand die het heeft gedaan, die weet, oké, als je wat wil, dan moet je dat nu doen en op deze manier. Ik zou altijd kijken of je gebruik kan maken van social media, om je ideeën te testen. En je hebt altijd op social media mensen die graag willen meedenken of hun mening willen geven. En als het een crap idee is, dan zullen ze het ook zeggen. Ja. Als het een goed idee is, zullen ze het ook zeggen. Of zullen mensen met je mee willen doen. Ik zelf, voor mijzelf uit ervaring kan ik spreken, werkt het voor mij heel goed om met een basisteam te beginnen. Als je een goede klik hebt met mensen, want dat is ook... Voor die momenten dat je het even, misschien even niet meer zin in hebt of wat dan ook, houdt die ander je wel scherp. Toetsen van je idee en maak gebruik van die enorme snelweg aan die social media heet. Want je hele distributie, het naar de klant brengen van je idee, kan gewoon gratis. Kan, ja. Kijk, doe vooral ook wat je leuk vindt, dat is het belangrijkste advies. Ga nou niet, ja, ik heb een hekel aan mensen die alleen maar met geld bezig zijn. Ga nou niet dingen doen om geld te verdienen. Ga doen wat je leuk vindt. En leer er ook nog eens een boterham mee te verdienen, dan ben je toch dolgelukkig. Oké, nou dan ga ik nu, als je het niet erg vindt, Demi even inmaken met een potje tafelvoetbal. Ja, dat hij hem een beetje wijst. Hij is goed, toch? Ja, gaan we wel filmen dit, want ik vrees dat jij onder de tafel nee, door nee, moet. Oh, gaat hij meteen zo doen. Dat is treurig, zeg. Dat is één. Maar ook meteen, ja, maar dit is treurig. Meteen met effect. Ja, je moet gelijk klaar zijn. Nee. Is goed. Ja, we kunnen stoppen. Ah, kut. Die had ik met die andere hand moeten pakken. Goede tegenstander. Er zijn mensen die deze nodig hebben. Hulpinstanties, het maakt allemaal niet uit. Laat het even weten in de comments wie deze mondkapjes het meest hard nodig heeft. Dan komen wij er gewoon een paar duizend brengen. Ja, omdat het heel fijn is om mensen te helpen op deze manier. Top. Ja, hartstikke toch? Leuk. Ja, super. Laten we dat doen. En ik heb ze zelf ook nodig, want ik moet gewoon met de trein. Jackie, bring this, kiss, hair up in messy colors.